Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we dat er wolkenvelden over het land trekken. Dat is voor een deel laaghangende bewolking. In de loop van de ochtend zullen de lage wolken voor een merendeel wel gaan oplossen. In de lopende dag ontstaan er dan ook wat stapelwolken, maar er blijft ook genoeg ruimte voor de zon. Met name in het zuiden en zuidoosten zou lokaal een enkele ontwikkeling kunnen komen. Het wordt een graad of 23 in de kustprovincies en een zomerse 25 tot 27 graden die in bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Vanavond blijft het vooral landinwaarts nog een tijdje warm. Verder zijn de brede opklaringen en de wind wordt langzaamaan wat meer noordwest. Morgen weer een matige noordelijke wind. Temperatuur opnieuw zo tussen de 23 en 27 graden. Verder is het behoorlijk zonnig, maar ook ontstaande stapelwolken. Ditmaal blijft het wel op de meeste plaatsen droog. Op zaterdag en zondag schijnt de zon volop op de meeste plaatsen. De temperatuur boekt geleidelijk nog meer winst. En het wordt zelfs 28 of 29 graden in het oosten van het land op zondag. Ook maandag halen we die temperaturen, maar dan ontstaan er weer wat stapelwolken. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl